Goedenavond, mijn naam is Pim Lutz en welkom bij Breaking News. Vandaag gaan we het vooral hebben over het coronavirus. Minister-president Rutte heeft vandaag bekendgemaakt dat de maatregelen nog wel even door kunnen gaan. Ik hoor dat er belangrijk nieuws is. Laten we even omschakelen. Heather of Dunwoody hier. Ik heb belangrijk nieuws. Volgens mijn bronnen, Ingrid en Rikus, Lut, zijn vermist. Sorry, vermist? Dat klinkt nogal serieus. Wat moeten we doen? Ja, nu ik ga hier op even onderzoek. Misschien even mensen vragen, zie of ik het kan vinden. Ik report later. Voor nu terug naar het studio. Het lijkt erop dat Ingrid en Rikus zijn vermist. Ingrid en Rikus, wie zijn dat nu eigenlijk? Ingrid Luttelhofsteen, een 86-jarige, 68-jarige vrouw in de bloem van haar leven. Houdt van Netflix, puzzelen en dan Rikus. Rikus die eigenlijk op 19B woont. Die nooit stil kan zitten en die nog steeds geen nieuwe tv voor zijn vrouw wil kopen. Wat is er precies aan de hand? Volgens mij hebben we Zwarte Piet ook nog even rondlopen. Laten we eens even naar hem toe gaan. Ja, dankjewel. Dat klopt inderdaad. We staan hier in Dunwoody bij de Superstore, de Super Target. We hebben hier overal gekeken, maar op dit moment kunnen we Rikus en Ingrid hier niet vinden. We gaan nog verder op onderzoek uit, maar we gaan u verder op de hoogte houden. Voor nu terug naar de studio. Oké, bedankt voor je update. Laten we eens kijken of we nog wat meer reacties kunnen krijgen. Misschien kunnen we even overschakelen naar de woonkamer. Hallo, is daar iemand in de woonkamer? Hoi, hier, alles staat goed. Ik zit hier met Tijger. We staan op Netflix om te kijken. Maar vorige, ik sta altijd met Ingrid Netflix om te kijken. En ik mis haar. Nou, tot zover de woonkamer. Misschien hebben we meer geluk bij onze hoofdreporter Heather. Ja, dankjewel Pim. Wij staan nu hier in het Octatown. Verder ons onderzoek om te doen. Ik heb een man hier gezien. Misschien hij kan even ons helpen. Wacht even. Sorry, meneer? Ja? Heb je tijd voor een paar vragen, alsjeblieft? Ja, vertel. Heb jij over Ingrid en Rikus gehoord? Ken je dat? Ja, Rikus, ja, daar kan ik wel over vertellen, man. Oh, ik moet tegenwoordig hier moet alles met de hand doen, want ja, ik krijg hem gewoon niet meer aan de praat. Moet je kijken, hier. Hij doet het gewoon niet meer. Ik moet alles met de hand doen. Ja. Toen Rikus hier was, ja, die deed hier gewoon alles. Hoe voel je? Ja, het is gewoon, ja, ik mis ze. Ik mis ze heel erg. Dus ja. Ja, precies. Het is de situatie. Nu terug naar het studio. Naar Pim, dankjewel. Oké, bedankt hoofdreporter Heather. Maakt alweer een stuk veel duidelijker. We hebben hier ook archiefmateriaal. Om duidelijk te zien is dat Rikus druk bezig is. Dat klopt inderdaad. Nou, nog even kijken of we nog even andere informatie kunnen vinden. Misschien kunnen we nog even doorschakelen naar boven. Ik zie daar iemand. Mag ik u een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Kent u Rikus en Ingrid? Ja, Ingrid, ik weet haar heel wel. Zij heeft alles hier gedaan. Vorige keer, ze helpt mij met de was, met de strijken, met de stofzuiger. Alles, ja, zij is echt gemist. Ik mis haar heel veel.
Ja. Nou, bedankt voor dit diepte-interview. Ik denk dat we nog heel even buiten moeten kijken. Want ik heb wel een idee wat er hier aan de hand is. Maar laten we het heel even verifiëren. Want buiten kan je Riekes altijd vinden met een speech. Dus, maar ja, op dit tijdstip, wie zou er nu nog buiten zijn? Oh. Ja, hallo. Ik ben er nog. Hallo? Ja, hallo. Vertel. Ja, ik ben er nog. Ik zit hier buiten. Maar ja, helaas geen kampvuur. Riekes maakte altijd van die mooie kampvuren, maar ja, we moeten het doen met een vaccinelichtje. Ja, maar dit is heel verhelderend. Dit is heel verhelderend. Ik denk dat we nu nog heel even terug moeten schakelen. Ik denk dat ik dit mysterie heb opgelost. Laten we nog heel even teruggaan naar hoofdreporter Hedder. Hoofdreporter Hedder, was het misschien de bedoeling om te zeggen gemist in plaats van vermist? Ja, dat is wat ik bedoel. Ja, ik mis jullie heel veel. Jullie zijn gemist. Ik hou van je. Mwah. Ja. Dan blijkt toch dat het mysterie is opgelost. En inderdaad, jullie worden heel erg gemist hier in Dunwoody. Gelukkig zitten jullie veilig in Nuenen en hopen wij jullie toch heel snel te mogen zien. Dikke kus en tot ziens en tot de volgende keer.